We zijn hier op FAX in Flanders Expo te Gent en vandaag laat ik me volledig onderrompelen in de wereld van fantasie, science fiction en cosplay. Wat vinden jullie zo leuk aan FAX? Dat iedereen toch verkleed komt, dat is leuk. Kun je een keer goed amuseren. Ik kan hier mezelf zijn. Maar gewoon dat iedereen hier rondloopt als een ander personage. Het is ook een soort vorm van jezelf uiten en het geeft zo'n gevoel van samenhorigheid met de rest. Hier kunnen doen wat je anders niet kunt doen. En zonder dat er iemand raar kijkt of zo naar je. Ik vind het wel tof dat er ook verschillende acteurs komen, internationale acteurs. I met these guys on FACTS and now we're cosplaying together, so I think that's pretty amazing. It almost feels like a family together. Ik ben Mad Hatter, Kim Impossible van die cartoon. Ik ben Captain Hook van Once Upon a Time. Pikachu. Nu Call of Duty. Ik ben Eleven van Stranger Things van seizoen 2. Steve Harrington. Dustin met de taart. Morty van Rick en Morty. Wij zijn Man in Black. Edju van Assassin's Creed. Wat interesseert u hier bijvoorbeeld het hardst? Het hardst. Je ziet dingen die je zo in het dagelijks leven niet ziet. Je heel veel vrienden kan maken door FACTS. Dus dat is hetgeen dat ik me echt veel interesseert, is dat je gelijk veel mensen kan tegenkomen en zo. Op FACTS kan je ook met acteurs van films en series op de foto's of een handtekening vragen. Waren jullie nerveus? Ja. Ja, zeker wel. Ja, een beetje wel. Heel erg. Hij is echt super lief en het was natuurlijk wel heel snel, maar ik had niet anders verwacht. Het was echt, het was leuk. Het is zo een herinnering om nooit meer te vergeten. Foto, hoe ziet de foto eruit? Goh, dat is iets anders. He made a great picture, so... We doen alsof er een de camera een Demogorgon was. Dit was zijn reactie, dus... Dat is toch mooi. Oh my god. Ja, we waren zo onze poses in de gang aan het, in de rij zo aan het oefenen, maar dan ziet je die was. En wat ga je daar nu mee doen? Thuis ophangen aan mijn muur met nog andere foto's met acteurs. Dus. In kaderen en in mijn badkamer? Nee, in mijn badkamer, aan mijn bed hangen. Op FACTS vind je ook The Beast, een bijna 300 meter lang parcours met massa's obstakels. Let's do this. Zijn jullie niet bang dat je cosplay gaat kapot gaan eigenlijk op The Beast? Ah ja, we hebben al zitten bedenken wat we allemaal gaan uitdoen voordat we erop kruipen. En gaat er veel aan? Voorlopig alleen nog maar de hoed, denk ik. Op FACTS kan je niet alleen cosplayen, je kan hier ook gamen, speeddaten en kan ook in zingen. Maar het zijn wel heel liedjes zoals De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Jullie hebben juist een liedje gezongen, weet je welke taal het was? Japans. Ik denk Chinees, maar ik weet het niet. Denk Chinees, maar weten. Nee, ik denk Chinees. En weet je wat het liedje betekent of weet je wat ze zingen? Een soort van, allee, ik ken de anime zelf niet, maar de taal door verschillende liedjes te zingen en te leren, ken ik de betekenis een heel klein beetje van het liedje zelf. Ja, ik zoek dat wel op YouTube, de vertalingen ervan, dan weet ik wat het liedje betekent. Ik vind het ook leuker om te weten waarover ze zingen. En dan ja, kun je zo meezingen. Luisteren jullie dagelijks naar zo'n muziek? Zo Koreaans, Japans of Chinees? Ja, ik luister altijd Japans muziek vooral. Ziezo, dit was FACTS dag 1, de grootste Comic-Con van het land. Morgen is Swan Hello erbij en jullie zijn nog steeds even welkom. Meer info vind je op facts.be. Tot dan.